Rosé is wit en rood gemengd, toch? Nee, grapje. Ik kan meer hebben dan je denkt. Waar hebben we het precies over nu? Hebben we het nog steeds over eten? Ik weet het niet. Wees gewoon jezelf en dan... Wees mezelf. Vorige week stoomde Esmee ons klaar om als high-class escort aan de slag te gaan. We kregen een snelcursus etiketten en een briefing over de mannen met wie we zo op date gaan. En nu is het zover. We gaan aan het werk als high-class escorts. Nou, zo. Diva, die je zo op date. Roos die gaat straks een date doen. Super spannend. En hoe leuk, want wij kunnen meekijken. Ben je ook super leuk? Ja, voelt niet goed om mee te kijken. Nee? Bij iemand date. Nee. Ik vind het dus echt fantastisch. Ik heb er zoveel zin in, want ik kan dit normaal niet. Jouw droom. Nou, ik ben super benieuwd hoe ze het gaat doen. Ik ga sowieso de date op 3 punten beoordelen. Dat is namelijk op etiketten, op gesprekstechnieken en of er een bepaalde intimiteit is. En ik op of het awkward is. En jij op of het awkward is. Ja. Ik kan niet wachten. Ik hoop dat het lekker ongemakkelijk wordt. Kom, we gaan snel die oortjes in doen. Ik ben heel erg benieuwd hoe het gaat. Oh, good luck, Diva. Succes, Diva. Oké, haar date wordt nu gehaald. En Diva en ik hebben dus heel vaak dit ontmoetingsmoment geoefend, omdat we dat allebei zo spannend vinden. Ik probeer niet zenuwachtig te zijn, maar ik kan er niets aan doen. Ik vind dit niet leuk. Ik haat überhaupt al eerste dates. De date duurt ongeveer een uurtje en een kwartier voor tijd bel ik eventjes dat de tijd erop zit. Zo weet de klant ook dat ik er bovenop zit en dat de tijd dus voorbij is. Ja. Zij denkt echt, fuck my life. Die arme schat. Je ziet het echt zo. Ja. Ik vind dit zo spannend voor haar. Ik wil echt graag weten wie ik aan ga treffen. Oh, ik heb oprecht buikpijn nu ik er naar kijk. Het komt goed. Het komt allemaal goed. Ze ziet er in elk geval top uit. Ja. Oh, ik zie hem lopen. Oh. Oh nee. Ik ben high class. Oh. De ontmoeting. Oh, ze staat op. Oh, dat vind ik heel goed. Hey, hoe gaat het? Hi. Hi. Hoi. Hallo. Wat zie je er mooi uit? Ik ben Roos. Hoi. Hallo. Oh, wel drie kussen. Hi. Drie? Goed, geweldig. Oh, drie voelt heel goed. Toch wel drie zoenen. Maar ik denk wel, hè? Ja. Hoe is het mee mogelijk met zo'n lange dag? Heel veel documenten. Geen gelijk, ook gezellig met elkaar. Ja. Goed dat je er bent. Tuurlijk. Ik heb echt zin in de date. Wat goed. Hoe gaat het met je? Beetje zenuwachtig, maar... Ja, snap ik. Voor mij de eerste keer, dus... Ja? Ja. Voor de eerste keer met een... Ja. Oh, oké. Leuk. Ja, zeker. Heel goed. Kijk, zie je wat ze doet? Ze schuift hem gewoon op. Ze denkt, nou, dit is niet praktisch. Ik ga... Sure. Dat is echt... Kijk, zie je? Oh, kijk. Heel goed. Heel erg. Oké, ze durft wel te zeggen wat ze wil. Heel goed. En ik probeerde mijn haar te doen, maar dat kwam heel krap. Dus vandaar. Je hebt dit top gedaan. Dank je. En je ziet er goed uit. Dank je wel, jij ook. Dank je. Ja, geweldig. Ik heb rekening gehouden met wat je vroeg. Maar, ja, we gaan er wat leuks van maken. Zat ik wel. Wat heb je gedaan vandaag? Vandaag van het werk. Ja, dus gaat het een beetje naar me toe. Dat is mooi. Wat doe je voor werk? Ik ben in principe een leidinggevende boven een leidinggevende. Ik stuur mensen aan. Ik heb een aantal mensen onder me. Wat wil je van? Hij is ook zenuwachtig. Ja. Maar Roos lijkt heel comfortabel. Ze doet het heel goed. Wil je eerst wat drinken? Dat is helemaal goed. Ja? Heb je honger? Oh, ik wou net zeggen. Nee. Kijk, zie je? Ze kijkt hem heel zachtjes aan. Wat een aanraking. Ja, dat was een kleine aanraking. Dat heeft haar heel goed gedaan. Oh. Hoe was het in Budapest? Wat heb je gedaan? Wauw. Niks interessant eigenlijk. Alleen maar gewoon vrienden bezocht. Ik ben daar ook geweest trouwens. Echt? Ja, met vriendinnen. Kijk, nu probeert ze gemeenschappelijk iets te vinden. Ja. En dat is voor hem prettig, want dan denkt hij, oké, dit komt goed. Zij weet dit ook een beetje. En zie je, je ziet hem nu een soort van ontspannen. Het ging snel. Ja. Rosé is wit en rood gemengd, toch?
Nee, grapje. Nee, grapje. Ik zal het wel een keer dat dat niet is. Oké, wat? Oké. Ze laat hem lachen. En qua eten kunnen we misschien ook vast bestellen. Kijk, dit spreek ik wel. Ja? Ja. Dus nu kun je mij helpen. Ja. Ik zie wel een fijne interactie tussen. Ik wilde net zeggen, ik zie een beetje chemie of ja, zo. Ja, ik zie een fijne interactie. Ja. Waar heb je zin in? Hou je van vlees? Hou je van vis? Ik wou iets heel verkeerds net antwoorden, maar ja, laten we maar gewoon voor vlees kiezen. Er is niks verkeerd. Oh, nou, ik kan er wel van wel. Verkeerd, weet je wel. Ik kan meer hebben dan je denkt. Waar hebben we het precies over nu? Hebben we het nog steeds over eten? Ik weet niet. Wees gewoon jezelf en dan... Wees mezelf, zegt ze. Dit doe je expres nu om mij een beetje... Het is een beetje schurend, hè? Want we zijn nu pas 10 minuten verder. Dus je moet eigenlijk niet meteen heel erg op die intimiteit nu al in. Oh ja? Ja, moet je eigenlijk heel even wachten. Hem heel even laten landen. Heel even rustig de spanning opbouwen. Rosada Shoppingcentrum? Rosada Shoppingcentrum? Nee, ik weet het niet. Nee, ik weet niet. Komt hij een beetje in de buurt van mannen die bij jou boeken? Ja. Ja? Ja. Oké. Okay. Hij is heel respectvol. Ik vind dat hij heel leuk met haar omgaat. Ja. Ik vind het echt een gentleman. Ja. En als je met je vrienden bent, wat vind je dan leuk om te doen? Of vriendinnen? Speltjesavond. Ik denk dat Roos echt vragen heeft voorbereid. Ja en nee hoor. Ticket to Ride. Heb je die app? Nou, als je, zij springt juist heel erg in op de dingen die er komen. En dat is eigenlijk wat een high-class escort ook doet. Dus die kijken gewoon, goh, wat krijg ik? En waar kan ik wat mee? Ah, ja. Ik hou er wel van. Mm-hmm. Yes, ja, bedankt. Ja, en hoe gaat ze die nou vastpakken? Mm-hmm. Maar deze heeft er niet met de pink, toch? Oh! Nee! 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 De wijn wordt warm en ze proost! Ah, een mini minpunt. Dat is toch jammer. Op een leuke uurtje. Op een leuk uurtje. Wat je eigenlijk veel meer kan doen. Ik ga eerst even naar de wc. Oké, ik heb even gezegd dat ik naar de wc moet. Maar ik dacht gelijk al, een high-class escort zegt niet wc. Die zegt, ik ga even naar het toilet. Dus, maar het is echt heel gezellig en hij praat leuk. Maar ik merk wel dat ik zenuwachtig ben. En misschien is het iets te veel een vragenvuurtje vanuit mijn kant. Maar ik word ongemakkelijk van stiltes. Ik ga denk ik hem iets meer lezen, denk ik. Kijken wat hij nodig heeft. In plaats van dat ik alleen maar bezig ben met alles wat ik hoor te doen. Oké, doei. Wat is een beetje het type waar je op valt? Ik zou willen zeggen jij, maar dat is helemaal flauw. Ja, 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 je kan nu natuurlijk ook niet zeggen zwart bord haar, heel lang alleen maar. Half kaal geschoren. Nou ja, het kan wel. Nee. Dat kunnen we regelen. Ik ga even mijn neus poederen. Dat is goed. Oké. Okay, volgens mij gaat het wel goed. Maar ik ben ook wel heel veel aan het praten. Voor mijn gevoel gaat het zo. Omdat we eigenlijk gewoon allebei heel zenuwachtig zijn. Mijn volgende uitdaging ligt in kijken of ik hem kan gaan aanraken. Ik dacht dat het wel soepel zou gaan. Zo. Maar we zitten allebei zo. En hoe ga ik dan nu zo subtiel? Ja, dat ga ik proberen. Ik ga proberen. Ik weet niet hoe, maar ik ga proberen. Heel erg verfrissend, jouw plasje. Zo verfrissend. Ze moeten er even in komen. Stel. Ja, daar komt ie. Stel dat ik je baas al gebeld heb. Stel dat hij zei gewoon, kan die boeking verlengen. Ja. Stel. Wat zou je wel zeggen? Ja. Klant is koning. Nee. Sorry. Hoezo niet? Omdat je niet het gevoel wil geven dat het echt... Oh, dat het dat niet uit haar komt. Ja. Hallo. Hi. Daar ben ik weer. Oh, ik zie kijken. Ik wist niet wel het komt, maar je bent nog mooier geworden. Oh ja. Dankjewel. Zo. Maar
zie het nog zitten om de date te verlengen? Ja. Nu al? Zo snel? Ja. Oké. Okay. Binnen de eerste 5 minuten al. Maar toen kende je me nog niet eens. Hij wil echt doorpakken. Het voelt alsof de focus echt niet hier ligt. Nee, de focus ligt niet echt op het beter leren kennen bij Diva. En dat is wel lastig voor haar. Ja. Oeh, wat eten is er? Sweetjes. Ja, lekker. De ravioli. Yes, die is van mij. Oh, hier zag ze tegenop, hè? Het is... kan niet echt, want het is een papier, maar toch doet het. Even effort. Wacht even, je hebt hier iets. Oh, het is al weg. Nee, al wel. Het is al weg. Ja, oké, je bent niet zijn moeder, hè? Ik ben oprecht best wel benieuwd dat als ik straks ga bellen, dat de tijd erop zit, hoe hij daar nou op gaat reageren. Ja. Ja. Dat gaat oprecht een beetje spannend ik voor haar van, zijn. Ik denk van oké, en nu? Wat gaan we hierna doen? Kan nog niet verlengen dan of zo. Ik denk dat hij daarin gaat hangen. Dan ben ik heel benieuwd hoe zij dit gaat oplossen. Ja. Wil je een hapje? Graag. Ja? Ja. Okay. Oh, daar gaan we. Oeh. Nou, dat deed ze heel soepel. Alleen de intimiteit. Ja, nog wel met jou wat meer initiatief. Want wat je nu een beetje merkt is, hij is heel respectvol. En hij zal echt niet zomaar nu haar gaan aanraken of zo. Nee. Want hij probeert heel erg haar daarin te respecteren. Dus eigenlijk is zij nu een beetje aan zet om te zeggen van, ik vind het fijn met jou. Oh ja. Ja. Ja, ja. Heb ik wel ooit MDMA gegeven? Mhm. Dat is die ene die je veel laat seksen, toch? Nee, dat is GHB. Nee. Dit kan echt niet. Dit kan echt niet. Ik denk niet dat Escort hier over hoeft te praten. Nee. Oh, ze zegt het zelf al. Ja, ze zegt het zelf al. Nee, want weet je wat het is? Als je ook aangeeft van ja, ik gebruik wel drugs in mijn vrije tijd, dan kan iemand dat ook interpreteren als, oh, dat wil je dus ook wel nu bij mij doen. Oh, echt joh? Ja. En dat wil je niet tijdens een date. Want je wil wel natuurlijk je grenzen en alles gewoon lekker scherp op je radar houden. En heb je wel eens ook gehad dat je dacht, zo wil ik het echt niet doen bij vorige leidinggevende? Dat je dat... Ja. Nou, de tijd zit erop. Dus ik ga haar nu bellen om te zeggen dat de tijd erop zit. Bijna erop, toch? Zit er bijna op. Dus nu heeft ze een klein kwartiertje nog om even rustig de date af te ronden. Ja, dus ik ben heel benieuwd of er nog iets van de aanraking of iets komt. Dus... te komen. Oh, sorry, ik word gebeld door Esmee. Dat is goed. Hi. Hallo. De tijd zit erop. Oh, nu al? Ja. Oké. Oké. Ja. Ik kan mijn baas vragen. Zou je dat hebben? Oh nee! Ja. Dit was perfect. Nee. Hallo? Oh. Hallo, de tijd zit erop. Oh, oké. Okay. Hoe lang hebben we nog? Ja, rond maar even rustig af. Oké, okay, is goed. Oké, okay. Dankjewel. Doei, doei. Doei. Jammer. Ja, het zit erbij. Ik mag je niet direct je nummer vragen. Nee, helaas. Dat zijn de regels. Dat zijn de regels, ja. Ik kan me wel vaker boeken. Dat ga ik zeker doen. Heel goed. Ja? Oh, wauw. Misschien niet straks, als je niks. Als jij accepteert. Ik moet het date helaas afronden. Wel, zeg maar goed. Maar ik vond het oprecht heel gezellig. Gelukkig. En jij liet me heel comfortabel voelen voor mijn eerste date. Gelukkig. Ik hoop dat er een tweede date in zit. Nou ja, laat het maar weten. Nou, ik hoor het wel. Ik hoor het heel graag. Wel, zeg maar goed. Gaat het ook. Even een knuffel en een ik hoor het graag. Fijne avond. Fijne avond. Doei, fijne avond. Kom maar. Ah, ik ben zo trots. Ik ben heel trots op haar. Ik kun je bijna vragen om niet weg te gaan. Kun je iemand geen extra... Bel haar even. Ik ga het even aan haar vragen, ja. Oké. Ze gaat mij niet bellen. Waarom gaat ze bellen? Ze gaat mij niet bellen, volgens mij. Ze gaat jou nu bellen. Ik heb geen luidspreker. Nee, mooi. Ja. Hi. Hey, Diva. Hoi. Hey. De klant wil het graag verlengen. Ja. Zou ik hem even aan jou geven? Of? Ja, doe dat maar. Oké, is goed. Hier heb je het. Hi. Jullie date zit er helaas op. Ik vind het ontzettend leuk om te horen dat je het zo naar de zin hebt gehad.
voor de volgende keer kan je er zeker nog een keertje zien. Maar voor nu is het helaas even wat het is. Dus heel erg bedankt voor een ontzettend leuke date. En heel graag komen tot de volgende keer. Is goed. Dan doen we het voor een andere keer. Oké, bedankt. Dankjewel. Hier heb je aan. Oh, ik zie het al opgehangen. Voor de volgende keer. En dan hebben we iets om naar uit te kijken. Ja, maar ik had al mijn plannen voor vanavond al. Ja, maar dat je me langer moet doen. Ja, maar ik wil niet dat je weggaat toch. Dan zie ik je snel weer. Zie je snel. Beloofd? Beloofd. Geef een kusje. Knuffel? Oké. Leuk, ik ben leuk. Zie je snel, hè? Fijne avond nog. Fijne avond. Ciao. Oh, ik wil haar ook echt een knuffel geven. Nou, de date zit erop. Ja. Hoe vonden jullie het? Ik weet nu al dat ik niet geslaagd ben. Maar hoe vond jij het om te doen? Ik vind het niet... Ja, ik vond het niet heel leuk. Nee, dat snap ik niet. In het begin vond ik het heel awkward, omdat... Ja, je weet niks van iemand. En dan ga je maar bestellen en dan hoe hou je het gesprek gaande. En hij vroeg ook eigenlijk bijna niks aan mij. En toen voelde het een beetje alsof ik een soort van vragenvuur opende op hem. En wat bij jou lastig was, was dat je niet echt je grens hebt aangegeven zoals we die vooraf hebben besproken. Ja. Dat heb ik wel echt wel een beetje gemist. Ja, ik ging er te erg in mee, hè? Ja. Nou ja, dus als je bij mij op kantoor zou komen, dan zou ik ook kijken van, goh, hoe geef je je grenzen aan op een bepaalde manier? En uit beschrijving voor jou had ik je dan niet aangenomen. Ja. Ja. Nee, maar ik kan me daar echt wel in vinden, want ik ga dan mee en dan denk ik geef hem wat hij wil. Dat is echt story of my fucking life. Ja? Ja, dan... Misschien niet voor jou, nee. Nee, maar dat, ik vind het ook wel fijn om te horen dat jij daar echt op let en eerlijk naar bent, naar meiden toe. Van, hey, misschien kun je hier nog aan werken, want dit werk is anders echt niet voor jou geschikt. Weet je, ik zou het echt vreselijk vinden als iemand over de grenzen heen gaat hiervoor. Ja, dat zou bij mij gebeuren. Dat zou bij mij echt gebeuren. Daarom. Dus soms moet je mensen ook in bescherming daarin nemen. Ja, vind ik goed dat je dat doet. En Roos? En Roos. Wat vond jij ervan? Het ging voor mijn gevoel wel goed, want het was de hele tijd dus één gesprek. En ik vond hem zo lief. Hij was stoer. Ja, dus dat ging. Maar ik vond het zo moeilijk om die stap te maken naar wat die aanraking en wat fit. Ja, dat was zo gemakkelijk. Maar je hebt het heel goed gedaan. Ja? Aan de etiketten kan je een beetje werken. Ja, handen boven tafel. Nee. Maar ook het wijnglas. Heb je gewoon zo gepakt. Stom. Oké. Ja, maar oprecht, als je daaraan zou werken, dan zou je echt een goede high-class escort zijn. Wow. En ik gaf een kus op de mond aan het eind. Maar doe hoe stoer! Ja, is dat hoe is stoer? Okay. Ja, okay. Hoe was dat voor jou? Ja, prima leuk. Ik dacht nu, want ik wilde naast hem gaan zitten, maar we waren nog aan het eten. Dus ik kon mijn kans pakken. En ik vond het leuk om te doen. Ja, ja vond je het leuk? Ja. Want in het begin zei je, ik vind dit vreselijk. Ja. Hoe is jouw mening daar nu over? Het is net als een toneelstuk van je denkt, ik wil niet. En achteraf denk ik, ik wil nog een keer. Ja. Dus ik zou dit wel doen. Ja. Ja, let's go. Dankjewel voor alle goede begeleiding. Ja, jullie van het leren van de alle effort. Ja. Ja, het was super echt top. Bedankt. Echt leuk. Heel leerzaam. Ja, jullie bedankt. En heel veel respect dat jij dit hebt gedaan en meiden begeleid in dit werk. Echt top.